Ook dit jaar vloog team Owen Kapoken naar... Viva Las Vegas! Dit om deel te nemen aan de World Series of Poker. Het grootste pokertoernooi ter wereld. Met dit jaar in team Owen Kapoken... Germ, 22 jaar oud. Het Vegas is het plan om gewoon te kijken of we een dag 2 kunnen halen. En gewoon heel veel plezier hebben. En... Peter Dirks, bijna 65. Mijn verwachting van de World Series of Poker is dat ik in ieder geval een vlaggetje mee naar huis neem. Dat is mijn eerste doel. En als het kan ook een prijs mee pakken. Nu onze spelers zich hebben voorgesteld, is het hoog tijd om te starten met dag 1 van de Gladiator. Ja, nou, we staan voor de horseshoe. En we gaan zo meteen dag 1B van de Gladiator spelen. In het hele warme Las Vegas. Het wordt nog veel warmer. Het wordt nog veel warmer, ja. Dus we gaan vandaag proberen gelijk een dag 2 stack te maken. Kijken of dat lukt. Ja, helaas wel. Weer eentje bust. Had net 8-9 suited op een big blind. En er wordt geopend en een caller. Dus ik callen. En de flop is boer van harte, tien van harte en een aas. Dus een open-ended straight flush draw. Een mooi, mooi flopje. Ik check. Er wordt gebed, er wordt geraced. Ik had iets van 14, 13 bigs had ik nog. Ik ga all in. En er wordt gecalled en gecalled. Eentje had een straat geflopt en de andere had een set aasen geflopt. Dus wel een ziek handje. Helaas geen hulp gekregen, dus bust al. Maar een nieuw ticket is gekocht en we gaan het vanochtend keer proberen. Ja, ik heb iets meer mazzel gehad vandaag als scherm. Ik heb in de eerste flight zat ik er eigenlijk heel goed in. En dan heb ik een beetje een bad beat gehad door op de river een aas tegen te krijgen. En daarmee een straat tegen. Toch maar ingekocht voor een tweede ronde. Liep voor geen meter. Totdat ik op een gegeven moment een paar mooie handen kreeg. Dan heb ik me goed kunnen opwerken. En zoals het er nu naar uit ziet, ik zit er nu nog in die tweede flight. We hebben nu een dinnerbreak. En na de dinnerbreak hoop ik binnen een 10 minuten mijn eerste vlaggetje te krijgen in Amerika. Bonnen is een vijver aan het aan. En er zat eigenlijk twee heel agressievelingen tussen. En die pakten ook wat flinker op. Er kwam er iemand nog bij. En die was nog veel agressiever. Dus, het was oorlog. Dat was echt oorlog. Er ging denk ik in 10 handjes 4-5 keer all-ins kwam er op tafel. Zo. En, dus er heel veel chips op tafel. En een van die agressievelingen die is al weg. En die twee anderen zijn er nu in één keer een stuk rustiger geworden. Oké. Okay. Maar er liggen nu veel chips voor op tafel? Ja, best wel. Want dat is wel gunstig. Ik wil niet spelen. Zo mooi. We zitten er nog goed in. We hebben net flinke stack gepakt met aas boer. Tegenstander had aas laag, denk ik. Heb ik niet meer gezien. Maar ik zit nu op ruim 50k te spelen. Op je eerste bullet? En op de eerste bullet. Was ook niet van plan om vandaag een tweede bullet te doen. Oh. Bij mij wel nodig, helaas. Dus het gaat eigenlijk best lekker. Wel stroef. Het gaat heel langzaam omhoog. Zolang het maar omhoog gaat. En ik heb geduld. Dus, Mooi. Ja, daar staan we weer. Helaas wederom gebust. Rebuy gedaan net. Dan begin met 30k en de blinds zijn 1k, 2k, dus 15 bigs. 1 of 2 keer de blinds kunnen stelen. En daarna pocket savers gekregen. UTG opent, ik zat in late positie, ik shof. UTG die kolt af, mijn boer 10 offshoot en hit zijn boer. Dus helaas deze bullet ook weg. Ik ga nu niet meer laten registreren, morgen weer een bullet en dan gaan we het gewoon weer proberen.
helaas in de rij. Ja, dus het was niet mijn dag vandaag tot nu toe. Ik zeg al, een keer of 15 op de flop een open ender gedraaid. En ik denk 4-5 keer een, op de flop een flushdraw. En alle 19 of 20 keer mislukt. Dus ik ga nu mijn, nieuwe stekje, nu kan het nog. Ik denk dat ik nu iets van 40 big blinds kan instromen als die rij niet te lang is hier. Ja, een half uurtje zag ik net. Half uurtje dan? Dat het maximaal is. Dus ja, dan zijn het nog 35 big blinds eigenlijk of zo. Ja, dus, genoeg ruimte om nog wat te doen. Dus de eerste dag ging ik ook met een small stack verder in. En in het geld. En nu probeer het vandaag wel een keer. Hebben we nu ook nog wel vertrouwen in. Zo is het. Daar staan we weer. Helaas bust. Ik heb Aas Koning in de big blind. En een speler die limpt, een oudere man die limpt. Dus ik maak er 3k van, op blind 300-600. Hij jamt, hij denkt heel lang na, hij jamt. Ik call, hij heeft Aas Boer, ik heb Aas Koning. En in de window is een koning, en daarachter gelijk een vrouw en een 10. Zij flopt de straat, dus ik ga een nieuwe bullet halen. Helaas. Hartstikke leuk. We hebben een topweek gehad. Ik runde alleen niet zo lekker. Dus dat was wel jammer soms, maar hartstikke leuke week gehad. Ja, niet alleen een hartstikke leuke week, maar een hele mooie ervaring die we rijker hebben gehad. Zeker. Ben heel veel jaren geleden ben ik hier ook ooit geweest in Golden Nugget, was dat geloof ik. Ik heb op mijn ogen uitgekeken. Nu hebben we echt naar het poker gekeken en veel gezien, veel geleerd en een enorme ervaring opgedaan. Dus, wat mij betreft gaan we het nog een keer doen. Ja, absoluut mee eens. Volgend jaar weer. Precies. Helaas hebben de mannen geen dag 2 weten te behalen, maar ondanks dat hebben ze wel een mooi resultaat neergezet. Wil jij ook als gesponsord pokerspeler naar Las Vegas? Doe dan mee aan een voorronde bij jou in de buurt en wie weet komt jouw pokerdroom uit.